Zo, er wordt hier een nieuw kattenvoer geïntroduceerd in Roosendaal. Felix, miauw op maat. Dat is een leuk spelletje. Dan moet je die zogenaamde druppels, die moet je opvangen in een bak. En als dat lukt, nou ja, dan krijg je wat, denk ik, ja, ponk, die is raak. Nog één. De juffrouw duwt op een knopje en op dat moment dan valt die zogenaamde druppel in dat bakje. En wie het goed doet, ja, die scoort goed. Dat is wel leuk. En de laatste zal niet moeilijk zijn. Kijk, daar heb je het scorebord. Kijk, zij krijgt een pak, is te hopen dat je kat hebt dan natuurlijk. Je hoort ook bij het spel. We krijgen nog weer een nieuwe kandidaat die de druppel gaat vangen. Deze meneer is al wat ouder. Ik ben benieuwd hoe zijn reactievermogen zal zijn. Nou, dat gaat niet goed. Die zit ernaast. Oké. Hij zal in ieder geval de laatste zal die altijd hebben. Wat ik even doen? Ja, kijk. Ja. Nee, dat wordt geen succes. Dat kon niet missen. Ja, jullie introduceren hier een nieuw kattenvoer, hè? Ja. En wat zit daarin dan, in die pakjes? Nou, we hebben verschillende soorten. Dit is met vis, maar we ook met vlees. En daar zit dan, nou, per smaak zit er weer een andere saus omheen. Ah. Ja. En heb je er al veel, ben je er al veel kwijtgeraakt vandaag? Zeker, zeker. Ja, dat wordt de laatste. Die is altijd raak. Ja, jullie hebben een nieuw product, hè? Ja, we hebben ook in vlees. Ja. Sausje en brokken. Allemaal van Felix. En is, oh, dit is allemaal van Felix. Dat is, yes. Dat is een bekende, bekende naam natuurlijk. Uiteraard. Op het gebied van kattenvoer. En dat wordt geïntroduceerd nu. Ja. Free advertisement hier. Ja. Samples voor de kat. Oh ja, en de meeste mensen hebben wel een kat, dus je bent al heel wat kwijtgeraakt zeker vandaag. Sowieso. Het gaat heel hard vandaag. Ja, maar je hebt voldoende voorraad bij tot vanavond? Ja hoor, dat is allemaal makkelijk. Oh ja. Nou ja, en dan wachten jullie natuurlijk op de reacties. Uiteraard. Want ik zag daar net iemand met die vang de druppel. Als je dan genoeg druppels hebt gevangen, dan krijg je een heel pak mee. Nee, dan krijgt hij een blik mee. Oh, een blik? Van Felix. Ah, juist. Dus dat is een kwestie van dat je, als je goed je best doet, dan
kun je behoorlijk met wat kattenvoer naar huis vanavond. In reactietijd kun je zo'n blik winnen. Nou ja. Ik zal het uit moeten proberen. Nou, doen jullie dit vaak zo een soort promotie houden? Ja. Elke week of? Verschilt. Maar dit is de eerste keer in Roosendaal? Ja, wel voor Felix tenminste. Ja, ja. Nou, veel succes dan vanmiddag nog. Dank je wel. Trouwens, Felix, waar is dat gevestigd? Waar is dat De fabriek van Felix? Dat zou ik niet weten. Oh, dat weet je niet. Ik ga vanuit een ander bedrijf. Oh, juist. Nou, maakt ook niet uit. Nee, ik deel het alleen uit. En die kat die daar mee loopt, hoe heet die? Is het een kater of is het een poes? Dat is Felix de kat. Oh, Felix de kat. Yes, yes. Nou, dag Felix. Veel succes. Nog een ander.